Nou, afgelopen vrijdag, van vrijdagnacht op zaterdagnacht, is hier ingebroken. En hebben ze een steen door het raam heen gegooid. Hebben ze onze kas leeggehaald. En ja, dat is een paar honderd euro zijn wij kwijt nu. En dat is voor onze stichting heel jammer, want het is een vrijwillige stichting. En ja, sneu. En met name voor de deelnemers. Een lege geldlade is alles wat resteert na de inbraak bij Stichting De Klusbus in het Stadspark. Dieven sloegen afgelopen weekend hun slag en gingen er vandoor met ruim 500 euro. Het gaat om geld dat vorige maand door de stichting verdiend is. Dit zijn Erik en André van De Klusbus en zij zijn nog steeds flink verdrietig. Ja, het is gewoon erg jammer. Wij werken keihard voor onze centjes om alles hier goed bij elkaar te verdienen. We werken allemaal als begeleider nog vrijwillig. En de deelnemers die werken er hard voor om spulletjes te maken en wat we uiteraard weer verkopen. En ja, daar baal je gewoon van. Hè? Het is gewoon jammer, sneu geld. De Klusbus is 5 jaar geleden opgericht om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen. Deze deelnemers voeren onder andere klussen uit bij mensen in en om het huis die in een bijzondere situatie zitten. Maar ook op het terrein aan de campinglaan gebeurt van alles. Er worden bijvoorbeeld plantjes gekweekt en er worden spullen verkocht die door de cliënten zelf gemaakt zijn. Iedereen probeert wel te gissen van, nou ja, zou het bekende zijn of ja, is het iemand een verslaafde geweest. Maar ja, ze zijn natuurlijk diep teleurgesteld in de mensen die dit gedaan heeft. Want het lijkt er inderdaad op dat de inbrekers bekenden waren. Op het grote terrein zijn namelijk alleen de kantine en het kantoor opengebroken. Nou, wij gaan altijd hieruit van de positieve kant van de mens. Dus ja, wij weten het echt niet. 500, 600 euro, is dat misschien niet iets te veel geweest om hier te laten liggen in een schuurtje? Normaal nemen we het altijd mee. Bedragen nou, ja, sowieso boven de 50 euro natuurlijk. Maar ja, hemelvaartsweekend achter voor de boeg. En denken ervan, nou, vroeg weekend, we gaan naar huis, we hebben hard gewerkt. Ja, vergeten. Bij de politie is inmiddels aangifte gedaan en agenten hebben vingerafdrukken van de dader veilig kunnen stellen. De Klusbus hoopt ondertussen op een goede afloop en vraagt of de dader het geld terug wil brengen. De medewerkers laten weten dat dit volledig anoniem mag met een envelop in de brievenbus. Ja.